Hey Timon en Peter, ik kijk wel eens jullie Let's Plays en ik vond het toch wel jammer dat jullie er toch niet helemaal zo goed in zijn. Dus wil ik graag laten zien hoe dat het wel beter kan. Natuurlijk ben ik ook niet zo heel goed, dus zal ik ook gewoon lekker voor easy materiaal gaan. Gewoon springen. Gaat natuurlijk niet altijd. Dus doe je deze. Dan zie je linksbovenin het balkje van het brullen. En rechtsbovenin het levensbalkje. Het zou natuurlijk oneerlijk zijn als je dat hele spel gewoon met zulke kleine balkjes moest spelen. Dus je kan ze vergroten. Verderop in het spel, dit rode beestje is om je rechtsbovenbalk van het leven verder uit te breiden. Super leuk natuurlijk. Super cool, ja, cool. Checkpoint. Kijk, het is wel lastig zoals je kan zien. Je springt gewoon zo eroverheen. En daar heb je hem ook. Is mooi, hè. Kijk, je kan hier overheen klimmen. Dan brul je even naar de egel hier. En dan kun je hier een koprol naar beneden doen. Dan heb je hier nog een egel om naar te brullen, maar dat hoeft niet per se. En hier heb je dan zo eentje. Fantastisch toch? En dan rol je hier weer terug. Wel even een stuk terug, maar ja, dan heb je ook wat. Rotzooi. Vervolgens kun je hier op de boom, dat is voor Timon en Pumbaa. En dit is voor je prulbalkje, als ik hem pak. En niet ernaast springen. Kijk, dan kan je veel beter brullen. En deze hyena is ook een makkie. Als je hier op een knopje drukt, dan laat Pumbaa een boer en dan zijn alle beestjes weg en dan kun je gewoon verder spelen. Zoals je hier ziet. Alsnog lastig. Zoals je net aan het begin kon zien, staat er ook Roar at the Monkeys, waarmee ze dus bedoelen naar de aapjes brullen. Dus dat doen we ook. Maar heb ik ook wel last met deze nijlpaarden met hun vagina's. Zoals je kan zien. Zijn ze heel erg afleidend.
Sorry, hiervoor. Het zal misschien even lang duren als bij jullie. Hier heb ik jammer genoeg niet een of ander trucje voor. Maar ik kan wel aan de neus hangen van sommige nijlpaarden. Dus dat kan ook helpen. Zoals je hier ziet. Dat ging even mis. Mijn scherm had een beetje lag. Hier zie je weer wat moeilijk onderdeel dit eigenlijk is. Echt moeilijk. Nou, als je het goed doet, dan is het spel ongeveer een half uur te doen. Beetje oefenen en trainen lukt het jullie ook wel in een uur. Ook dat gaat niet altijd even smooth. Gelukkig zit daar wel een up. En als je dan hier naar rechts gaat, dan mag je nog een keer met Timon en Pumbaa spelen, maar dan moet je wel dat blauwe beestje pakken.
Kijk, dit vind ik dus niet zo interessant. Hier kan ik nooit veel halen, dus deze skippen we gewoon even. Hier kan je een beestje vinden. Voor het geval die hyena als je goed hebben toegetakeld. Nou, hier kun je ook een beestje vinden, maar dat beestje is juist dodelijk, dus die zou ik juist niet oppakken in het vervolg. Als je dan hier zo naar boven springt, mag je nog een keer met Timon en Pumbaa spelen hoor. Oh, dat was niet de bedoeling. Die ene zijn inmiddels al weg. Tja, die heb ik al verslagen. Die ene kan je nog altijd pakken. Ik kan mezelf nou niet eens zien. Ging al wat beter. En hier een beestje. Overal zitten beestjes. Je moet hier juist een beetje naar achter springen. Vreemd gedaan, maar ja. Hier heb je dan een up. Hierachter zit een beestje verscholen, of als je nog schade hebt. Kan ik kijken of het lukt, maar ik kan niet beloven dat het lukt. Om hier het grondballetje, prulbalkje verder uit te breiden. Moet je hier weer rollen, en daar heb je er een. Tadaa. En dan om het beestje daarboven te krijgen is er ook een trucje. Kijk, je gaat gewoon hierheen, dan stopt het spul naar boven te komen en dan kun je het beestje pakken. Heel leuk gedaan. Zoals je kan zien springen sommige hyena's mee als jij springt. En dat kan wel eens in je voordeel zijn, want dan raken ze eerder uitgeput. Hier zit een up als je die kan hebben. Maar ja, je kan maximaal 8 ups hebben, dus nu zit hij er niet. Tori. Dat was een klootzak. Hij sprong niet terwijl dat wel de bedoeling was. Misschien kun je het horen op de achtergrond, maar button mashen is natuurlijk één goede tactiek. Waar de fuck bleef die klootzak dan? En dat is toch mooi synchroon springen wat die hyena's hier doen. Kijk, zoals je hier ziet, één up erbij. En die had ik moeten pakken. Vliegen die hyena's hier. Echt klootzakken zijn het.
En dan zijn we klaar. En daar zit Scar te wachten. En hier gaan we weer hoor. Dus kijken of ik deze keer wat meer beesten kan vangen. Maar overigens moet je hier uitkijken voor muggen en spinnen, want die zijn ook dodelijk voor Pumbaa. Alweer 12, precies. Ja, je kan dus hier ook springen. Dat hebben jullie inmiddels ook geleerd, maar ja, je kan dus over de rotsen heen springen. Dat is best wel handig. Je kan zien dat deze heel langzaam is en dat hij dus wel wat langer blijft dan de andere. Deze blijft heel lang. Bijna goed. Dat ging bijna mis. Dat ging weer bijna goed. En dat ging gewoon zomaar mis. En dan zijn we er alweer doorheen. In dit level is er een shortcut die je kan gebruiken om een stuk te vermijden en met, volgens mij, met Timon en Pumbaa te spelen. Ja, nou mag je weer met Timon en Pumbaa spelen. En dan kom je hieruit. Het scheelt weer een heel stuk. Nou, dan kan je hier weer verder en dan ben je al bijna bij de eerste checkpoint. Enige overigens, maar ja. En dat is lastig hoor, als je daar valt dan moet je heel dat stuk terugrennen, dus kan je hopen dat je het net haalt. Als je te ver bent en je valt dan ben je genaaid. Maar gelukkig haal ik het de tweede keer al. Als je dan hierheen gaat, dan zit hier normaal een up. Nu jammer genoeg niet, dus ik zou weer terug moeten rollen. En dat was niet erg handig. Dan kan ik wel de up ophalen. Geluk bij een ongeluk. Eigenlijk is het complete bullshit, hoor. Ik had gewoon niet moeten verneuken. Het is alleen wel een kort stukje om een rol te doen. Het meest nijrige wat nou kan gebeuren is dat er een rots op mijn hoofd valt en dat ik dan dus doodval door die rots. Dat kan gebeuren, maar ik heb het al gehaald, gelukkig maar. Dat zullen we natuurlijk niet zien gebeuren. Timon, je bent echt een eikel. En dan heb ik het over Timon in het spel nog. Jouw prullenbalkje is uitgebreid. En daarom is dit spel handig. Weer 12. Precies 12. Hoe doe ik het? Nou is hier in dit level ook nog een levensbalkje uitbreider. Dat is leuk. Hoe jullie het spelen kan een stukje sneller ook wel.
Maar de eerste keer zal ik toch ook wel de lange weg moeten nemen. Het zit er niet anders op. Gewoon hier de tweede en gaat constant naar links volgens mij. Ja, kijk hier, daar gaat je leven omhoog. Misschien haal ik het in één keer, misschien ook niet. En als het niet haal, dan kan ik meteen de shortcut laten zien. Nee, dat zal de shortcut worden. Dan ga je hier helemaal naar rechts. Constant het knopje naar rechts ingedrukt houden. Want hier kun je dus kiezen of je naar links of naar rechts wilt. Nou, ik wil naar rechts, want dan kom je hier al uit. En daar is dat pauzestukje voor. Nou, dit is mijn tactiek om omhoog te komen, want je kan altijd afwisselen. Deze gaat één keer wel en dan weer niet. En dan kan je weer wel ineens omhoog springen. Dus dit werkt best goed om omhoog te komen voor mij. En dan heb je daar nog een up. Helpt ook wel mee. En daar zijn we dan. Dan kun je gewoon hier zo aanhangen om dit beestje te pakken. Dan kun je weer met Timon en Pumbaa spelen. Dan spring je hier over het spinnetje heen. Op de kikker. En dan rol je hierheen. En dan heb je nog een beestje. Dan kom je meteen uit bij de checkpoint. Nou, eigenlijk bijna meteen. Spring je over het spinnetje heen. Kun je gewoon op vertrouwen. Nou, de eerste kun je al gratis hebben. De tweede ook al. Nog één. Jammer genoeg kan ik mezelf niet zien als ik geraakt word. Dus dat is wel een beetje een nadeel. Nou, deze zal ik niet halen, want hier gooit hij al met kokosnoten en zal hij mij dus slaan als ik dat probeer. Maar jullie wachten altijd tot hij klaar is met slaan, dat is niet nodig, zoals je kan zien. Ik kan er gewoon op springen terwijl hij bezig is met slaan. Dan zijn we al hier. Om maar twee keer op zijn rug te springen. Als ik geluk heb, kan ik die tweede al gewoon in één keer achter de eerste aan doen. Gewoon wachten tot hij boos wordt. Kijk, gewoon zo. Hopla, en je wint. Het gaat stom aap. En Simba is afgeleid door een vlinder. En deze is leuk. Hier kan je veel makkelijker een leven. Balkje uitbreider krijgen als je het goed doet. Als je genoeg beestjes vangt buiten de spinnetjes, kun je gewoon je levensbalkje uitbreiden. Dat is toch leuk. Gewoon zomaar door een beetje beestjes te eten. Slijmerig, maar lekker. Dan moet je wel uitkijken. Goh. Nou, nu ben je Simba. Met het groene knopje kan je zo slaan, maar het blauw knopje kan je zo slaan. Dat is veel leuker als ze uitgeput zijn. Eén ding, als je volwassen Simba bent, dan is ineens je brulbalkje helemaal klein. Het is allemaal voor niks gehaald. Nou, deze aapjes zijn dus eikels, want ze gooien met stenen. Een leuk trucje dat je uit kan proberen is gommen. Dat lukt nu alleen niet. Je moet dan namelijk de panter hebben die hier staat. Dan doe je het blauwe knopje en dan
kan je er wel eens doorheen gaan zonder dat het kapot is. Nou is dat wel een makkelijkere manier natuurlijk en zo moeilijk zijn ze niet te verslaan, dus het is aan jouw keus. Dat was niet de bedoeling. Nou, als je hier gaat staan en je hebt geluk, kan je ze gewoon alle drie tegelijk neerbrullen. Dat scheelt je ook weer moeite later. En hier gewoon het sterretje pakken. Natuurlijk spring ik er altijd naast, maar ja, dat hoeft niet per se. Brullen zal niet werken. Hier kun je weer met Timon en Pumbaa spelen. Dit is natuurlijk leuk hè, met beesten werpen. Maar als je met Scar gaat vechten, dan zul je het nodig hebben, maar dan moet je er wel voorzichtig mee zijn. Moet je het alleen doen als Scar is uitgeput, want anders zal hij jou terug aanvallen en kan je wel eens in één keer doodgaan. Want Scar is sterk. En daar zie je weer een Brulbar vergroting. Als je bovenop de beestje springt, kun je ook gewoon zulke aanvallen doen. Dat is natuurlijk ook heel prettig. Dan kunnen ze bijna niks doen. En heb je ze zo afgemaakt. Roltaap. Nou, dan voor dat prulbarretje ga je gewoon helemaal hierheen. En tada. Dan is dat prulbalkje weer een beetje groter. En dan ben je al bijna klaar. Nou, had ik geen zin om deze af te maken, dus gaan we gewoon lekker snel door hier. En dan komt Mufasa. You must take your place in the circle of life. Nou, laat maar zitten. Nou, dit is ook een lastig level. Hier spring ik ook gewoon enorm doorheen, want ik hou hier niet zo van. En kijk, dan kun je hier gewoon door de grond heen. Voor nog meer prulbalkje. Moet je dat zien? Hij vliegt gewoon. Nou ga ik hier ook voor de short, voor de checkpoint, dat lijkt me het veiligst. Wauw, dat was dus helemaal niet de bedoeling. Ik kwam een beetje naar voren zodat ik veiliger stond, maar niet zo veilig. Kijk, daarom wou ik dus naar voren.
Je moet weten, dit is best lastig als je jezelf niet kan zien. Nou, wat jullie fout deden was, jullie gingen hier vechten met de hyena, dat neemt veel te veel tijd in. Want als je zo onder mij kijkt, zie je dat bootje gewoon doorgaan. En als je dus niet op tijd daar bent, dan mis je het bootje. En dat willen we natuurlijk niet. Nou, hier zou je dan verder komen en dan moet je uitkijken, want hier komt er een rotsblok naar beneden. En hier heb je weer zo eentje, hoor. Hoe komen we die toch zo diep in de lava vulkaan en zo? Vraag ik me dan af. Dat ging heel erg slecht. Gewoon eroverheen springen. Hij zal je misschien een keertje aanvallen, maar dat kun je gewoon negeren. Deze kun je wel aanvallen, want dan staat hij hier alsnog aan te vallen. Ja, dat is wel gevaarlijk om dat zo te doen, dus ik had beter in één keer kunnen springen. Zelf kan ik ook nog wel eens leren. Ik vind het wel vreemd dat hij hier naar rechts springt, terwijl hij naar links moet. Maar dat is zijn keuze. Dat eikel. Nee, dat kan ook natuurlijk. Dat gaat dan een stuk beter. En hopla, hier gaan we weer. Rotje achter je aan. Deze keer gaan we het hopelijk beter doen. Dat was vreemd, ik kon niet meer lopen. Kijk, dat was dus de bedoeling. En dan mogen we hier weer op een bootje. Nou kunnen we hier wel onderdoor en hier zitten vleermuisjes, vogeltjes of hoe jullie het ook willen noemen natuurlijk. Nou, deze kun je heel makkelijk uitschakelen vanaf je bootje. Daar gaat de eerste. En nou moet ik klimmen. Maar hij is ook al neer. Het is een heel logisch spel af en toe. Maar hij heeft zo zijn momenten. En hier hebben we een checkpoint. Die zag ik niet eens. Ja, dus hier. Moet je uitkijken voor de lava en voor de rotsen. Uiteindelijk moet je op de achterste vulkaan op een steen gaan staan die dan naar beneden komt vallen. Ja, ik ben weer terug hoor, dan gaan we weer gewoon verder. Nou is dit spel dus gewoon enorm veel geduld hebben.
alvast hierheen, dan staan we hier veilig. Zou je denken. Je moet nog wel voorzichtig zijn nog. Nou, zoals je het ziet staan we hier nu goed. Moeten we wachten tot daar dus nog een stenen plaat opvalt. En dan kunnen we verder naar het volgende level. Geweldig toch. Zoals ik dus al zei, je hebt geduld nodig. Maar daar heb je het dan. Het volgende level. Simba's Return. Hier mag je heel veel hyena's gaan slaan. Ik ben alleen even vergeten waar ik ook weer heen moest, dus ik ga hier. Ja, dit is de verkeerde weg, volgens mij ja. Ja, voor de Battle met Scar willen we nog even ons leven uitbreiden. Je mag pas naar de volgende als je de hyena's daar hebt verslagen. Want ja, er zitten vaak nog meer dan één hyena's. Zoals je hier al ziet. Ze stellen niet heel veel voor, maar het is wel irritant met grote groepen. Nou, dit was dus ook de verkeerde weg. Maar wel weer een upje erbij. Niet verkeerd. Normaal. Als we toch niet vechten. Nou, als we dan hier iets verder doorlopen. Zijn we meteen helemaal klaar voor Scar. Tada, het levensbalkje uitgebreid. Ik had toch wel even moeten met Finn, hoor. Dan moeten we hier weer helemaal terug. Maar ja, dan hebben we ook een groter levensbalkje en dat is natuurlijk waar we voor gaan. Pakken we hier het beestje. Het zijn toch ook een eikels die hyena's. Het zijn geen leuke beesten, toch? En dan zit er hier eentje. Die wacht zich gewoon op. En dan valt hij naar beneden. Maar ja, dat is ook zo gedaan.
En dan zijn we hier alweer bij het laatste deel van dit level. En dan gaan we naar Scar. Het beste wat je kan doen is bovenop hem springen en hem weinig kans geven. Gewoon zoals ik dit doe. Hetgeen wat je hier moet hebben is dat hij wegrent. En dat is de snelste manier om dit te bereiken. In de level moet je wel uitkijken voor bliksem. Hyenen zijn er immuun voor, maar jij niet. Dus voorzichtig met donder. Ook heerlijk die dramatische muziek erbij. Gewoon negeren, je hoeft ze niet af te maken. Dat is een klootzakvuur. En hier gaan we verder met Scar. Deze zou ik gewoon afmaken, dat is wel het handigste. En hier kan je gewoon niet omheen. Ja, en deze stuk kun je ook afmaken, is ook leuk. Zo gedaan natuurlijk. Dan hebben we hier een leuk parcours. Het is zo irritant. Ja, er komt constant bliksem op steeds dezelfde plekken waar je heen wilt springen. Wat een toeval toch ook, hè? Maar uiteindelijk haal je het dan, kom je helemaal bovenaan en hier staat Scar op je te wachten. Dan moet je gewoon dit blijven doen totdat hij alleen nog maar kan hijgen van vermoeidheid. Zoals je kan zien is hij niet alleen maar aan het hijgen. Gewoon door blijven gaan. Zoals je kan zien is hij aan het hijgen. Als ik hem dan nog sla, dan hijgt hij weer. Dan loopt hij naar achter. Op een gegeven moment komt hij zo dicht bij de rand dat je hem er overheen moet smijten. En dan smijt je hem, draait hij om en dan druk je op het blauwe knopje en gooi hem over de rand en heb je het spel uitgespeeld. Ik hoop dat jullie hiervan hebben geleerd, dat jullie hebben genoten, dat jullie misschien weer verder gaan met jullie let's play en niet stoppen omdat jullie dood zijn gegaan. Ik hoop dat het deze keer beter gaat, omdat jullie nou de kans hebben om al je levensbalkjes te pakken, je prulbalkjes te pakken. Oh ja, en kijk natuurlijk ook op mijn gamekanaal. Ik zal een link sturen. Ja, en ook naar die van mijn vriend kun je ook nog kijken. Een mooie outro. Everything the light touches is our kingdom.
best meezingen als je wilt. Brief toevallig.